Hi, Jan hier, Tim Speelgoed. In deze video vertel ik wat meer over de nieuwe Bruder items. Er zijn een aantal weer van binnen gekomen. En we hebben vanochtend nog aan onze vitrinekast gewerkt. En wat we namelijk gedaan hebben, gewoon een bestaande kast gepakt. Maar die is zichzelf vrij donker en er zit er boven een lampje in. Ja, dat is natuurlijk heel dunnetjes, heel mager. Dus vandaar dat we uiteindelijk met een LED-strip aan het werk zijn gegaan. Waardoor de verlichting een heel stukje egaler is geworden. Dus op zo'n manier hebben er wat modellen in staan. Onderin nog een... ook weer wat eigen werk, een fan met dubbel lucht. Daar vertel ik in een andere video nog wat over. Dus op zo'n manier zijn we daar vanochtend mee aan het klussen geweest om daar wat moois van te maken. Wat ik al zeg, we gaan het even hebben over Bruder. Bruder introduceert door het jaar heen altijd weer wat nieuwe items. Het verleden was best wel landbouw georiënteerd. En tegenwoordig ja, enorm breed wat dat betreft. En in dit geval hier een zogenaamde Lifeguard uit de B-World serie. Allemaal 1 op 16, lekker groot dus. En deze set hier bestaat hier uit een vrouwelijk figuur, een subboard, paddle erbij, vinnetje en hier een ja, zo'n reddingsvlotje, zeg maar, die ze uit kunnen gooien naar een drinkeling. Deze set is er ook in de mannelijke variant verkrijgbaar. En die zien we in deze doos. Hier wordt hij dus compleet geleverd. En dan compleet dus met het subboard, het lifeguard setje, zeg maar. En deze grote Dodge Ram. Enorme auto. In de doos opgenomen, dus die laat ik zo eventjes zitten. Maar ze Bruder kennen, heel veel dingen werken gewoon. Zoals deuren die openen kunnen. Een vering van de auto wat je kunt zien. Dat is helemaal levensecht wat dat betreft. En wordt geleverd hier inclusief met zo'n licht- en geluidmodule. Twee varianten mogelijk, dus je kunt er zelf op gaan klikken wat jij wil. Dat is even bestaande auto die je al kende. Maar in dit geval is gecombineerd en als lifeguard geïntroduceerd. Dat is nummer 1. Pakking nummer 2 erbij. De doos zit wat dichter van zichzelf. Ook uit de serie Lifeguard. Grote sticker nieuw erbij op. Nou, wat je kunt zien, het is lekker groot. En op de achterkant van de doos draai je hem eventjes bij. Je ziet ook wat er allemaal in zit. Ja, dat is best wel veel. En wat me opvalt hier is dat Lifeguard strandhuisje als het ware. De strandhuis is in de doos opgenomen. Die kun je zo zelf helemaal gaan opbouwen. Het enige wat je dan nog mist is eigenlijk de zak zand, zullen we zeggen, erbij. Strandzand. Dan kun je eigen set helemaal gaan opbouwen. Weer veel details. Mannelijk figuur erbij. Quad, die je al wel kent. Als je Bruder kent, is dat gewoon zacht materiaal wat dat betreft. Werkende stuurinrichting. Hier een, ja, dat is echt wel een grote speed, nee, geen speedboot. Ben ik de naam kwijt in de video, dat is handig. Jetski, dat was hem. Dankjewel. Dan kun je het poppetje weer op gaan plaatsen. Kun je hem afkoppelen. Nou, dat gaan we deze niet doen. Dat is mooi ingepakt. En hier achterin, in de doos opgenomen. Dus die strandhut. Met erbij zelfs een blauwe zwaailamp. Leuk verzonnen. Dat is even een nieuw item. Item nummer 2. Dat past dus samen met die we net zagen. En dan schakel ik even door naar item nummer 3. Dat is de welbekende bus. In dit geval hebben ze hem genoemd Bruder on Tour. Nou, je kunt zien, de deuren zitten even dichtgestickerd. Hij kan wel open, want dat is ja, natuurlijk een Bruder. Zo hoort dat. Hier twee verschillende chauffeurtjes erbij. Geldt de sticker erop dat een nieuw artikel is. En het is een bus voor personenvervoer. Dus het is een bestaande Sprinter, die ken je wel. Er zijn meerdere uitvoeringen van. In dit geval is hier de Sprinter dus uitgerust met schuifdeur. Kun je personen meenemen en hier zie je dus een heel landschap van Bruder uitgebeeld wat je allemaal ermee kunt doen. Dus wat dat betreft Bruder speelgoed, ja het is een ja, van mooi materiaal. Groot, dat wel, je hebt wat ruimte nodig. Maar altijd heel realistisch, slagvast en voor kinderen gewoon erg herkenbaar, leuk om mee te spelen. Want ja, dit komt gewoon uit het straatbeeld, dat kennen ze wat dat betreft. Van Bruder, nieuw verkrijgbaar. Op de website ja, worden ze nu weer opgenomen, zijn ze te bestellen. Wat me wel opvalt, tenslotte even goed om te weten. Ook Bruder heeft wat last gehad van corona-effect. Dus een aantal items zijn niet altijd even snel leverbaar. Zie je een model? Wil je het graag hebben? Bestel hem of reserveer hem. Want ja, het kan ook maar zo weer op zijn. Meer weten? Volg ons, like ons, abonneer je. En ik zie je graag terug bij Tim Speelgoed.